Oh, sorry, wil je nog iets zeggen? Nee, dat was allemaal. Oké, dan wil ik nog iets zeggen. Laatst heb ik iets gezegd over de duistere industrie in Nederland. En ja, mensen of sommigen begrepen het en sommigen begrepen het helemaal niet. Ik wil even zeggen dat het klinkt misschien, of het klonk misschien als een of andere complottheorie. En heel veel mensen waren ook van, ja, maar als je A zegt, moet je B zeggen. Maar ik ga nog een keer zeggen, het zijn gewoon niet mijn stories om te vertellen. Het zijn echte stories van anderen. En het gaat ook niet over, of waar ik het over had, gaat ook niet over onthoofde baby's of baby's waarvan hun leven wordt gegeten of zo. Maar wel over mensen in positie, in bepaalde machtspositie, die gewoon hele lijpe dingen doen. En over bijvoorbeeld mensen die dingen doen om hogerop te komen, waarvan je ook je vraagtekens kan zetten, of mensen die inderdaad worden geblacklist. Dus ja, en ja, sommige informatie is gewoon niet per se om met de masses te delen. Dus ja, dat is het eigenlijk. Dus het is helemaal geen complottheorie. Het is helemaal niks heel geks, heel lijps. Dus maar jij hoort 5G gewoon of zo, geen onthoofde baby's. Geen nee. Jij hoort gewoon stories van anderen en jij zegt van, ik ga niet jouw story nu als nee, de van Hobbes en spelen. Ja, dat siert je, man. En dan lees ik wie A zegt moet B zeggen. Ja. Nee. Nee. Ja. Nee. Pas zelf wel wat ik zeg. Ja, pas zelf wel wat ik zeg. Nee, maar ja, maar zo simpel is het. Dus het. Maar er gebeuren wel gewoon hele lijpe dingen. En ja, dingen die lijken op die Amerikaanse dingen. Ja, zoals Diddy-achtige taferelen. Ja, je hebt wel dingen die hier gebeuren die erop lijken. En bro, ik was laatst op een feestje gewoon met Diddy? Nee, gewoon met bepaalde bekende Yuki, mensen. En was jij met Diddy op een feestje, ja of nee? Nee. Oké. Okay. Nee. Maar ik was met bepaalde bekende mensen en